en welkom bij een Liefde Gedragen. Vandaag eindelijk een filmpje waar ik al heel lang heel veel zin in heb om het op te nemen. En vandaag ga ik het hebben over wasbare luiers. Je ziet achter me al een heel aantal wasbare luiers liggen. En het valt waarschijnlijk meteen op hoe leuk de kleurtjes zijn, hoe gezellig. Het maakt mij in ieder geval altijd heel erg vrolijk als ik de kleurtjes van de overbroeken zie. Onze luierbellen die liggen hier op de grond. Mijn zoontje Rowan van 5 maanden die is er ook bij. Dus ik ga hem even vragen om zo min mogelijk geluid te maken, zodat jullie mij goed kunnen verstaan. Ik ben al lange tijd helemaal fan van wasbare luiers. We gebruiken ze bij 3 kinderen. We hebben ze bij de oudste 2, laten we zeggen, ongeveer 2 jaar gebruikt per kind. En nu zijn we 5 maanden met de derde bezig. Tja, ik wil eigenlijk niet te veel tijd besteden aan de voordelen van wasbare luiers, want dat lijkt me eigenlijk wel gewoon heel erg duidelijk. De afvalberg is zo en zo en zo veel lager als je wasbare luiers gebruikt. De grondstoffen die het de aarde kost om de luiers te maken, dat weegt gewoon niet tegen elkaar op. En ook de kosten zijn een enorm verschil. En daarin kan het natuurlijk verschil maken als je de luiers tweedehands aanschaft. Als je het van een vriendin of via iemand op marktplaats bijvoorbeeld kan overnemen, is het natuurlijk zowel weer duurzamer als goedkoper. En ook als je meerdere kindjes hebt waarmee je dezelfde luiers kan gebruiken, is het natuurlijk ook duurzamer en goedkoper. Dus in hoeverre het voor jou geld bespaart om de wasbare luiers te kopen, te gebruiken, is heel erg afhankelijk van je keuze. Welk type luier je kiest en of het nieuw is of tweedehands is. En of je meerdere kindjes daarin gaat luieren. En of je ze eventueel daarna weer doorverkoopt. Maar je zult sowieso geld eraan besparen. Daarnaast vind ik het idee van chemische spulletjes, chemische poedertjes, chemische gelletjes in wegwerpluiers echt een ontzettend vies idee. Dat er van dat chemische spul heel dicht bij de geslachtsdelen van mijn kindje zitten en dan jarenlang en dag en nacht. Nee, dat voelt voor mij echt totaal niet goed. Bij de eerste hebben we wel soms als we op reis waren wegwerpluiers gebruikt. En bij de tweede echt gewoon totaal niet. Ja, nu bij de derde waarschijnlijk ook niet of nauwelijks. En ondertussen is het hier aan het regenen en een beetje aan het onweren. Dus als je dat soort achtergrondgeluiden hoort, dan weet je waar ze vandaan komen. En ik vind wegwerpluiers mede door dat chemische spulletje wat erin zit altijd erg stinken. Ik moet altijd zeggen, als ze van mij dan wel eens een wegwerpluier aan hadden, dan dacht ik altijd de hele tijd, hij heeft gepoept of zij heeft gepoept. En dan bleek dat niet zo te zijn, maar dan bleek dat gewoon dat gelletje te zijn, wat ik echt vond stinken naar poep. Inmiddels ben ik ook al jaren overgestapt op wasbare maandverband. Omdat ik het ook hetzelfde idee tampons en wegwerpmaandverband ook gewoon niet bij mijn geslachtsdeel wilde hebben. Als je aan het oriënteren bent op of jij misschien wasbare luiers wilt gaan gebruiken, bedenk dan elke wegwerpluier die niet in de prullenbak gegooid wordt, is er 1. Dus het is altijd supergoed om, al is het maar gedeeltelijk, op of af en toe wasbare luiers te gebruiken. Wat ook een goede tip is om wasbare billendoekjes te gebruiken. Dus dan zou je gewoon wegwerpluiers kunnen gebruiken, maar de doekjes waarmee je de billen schoonmaakt, dat van wasbaar materiaal te gebruiken. Ik heb hier 2 verschillende varianten. Ik heb gewoon een hydrofiel washandje. Deze zijn toevallig lichtvochtig. Ik heb dan hier een plastic bakje en daar doe ik ze vochtig in en dat gebruik ik dan een tijdje. Deze zijn van Cheeky Wipes. Die zijn echt gemaakt als billendoekjes. Je kunt ze uiteraard ook gebruiken voor het gezichtje schoon te maken. Even vieze handjes of vieze mondjes te poetsen. En dit zijn hydrofiel washandjes. En deze heb ik echt 8 jaar geleden toen ik zwanger was van mijn eerste gekocht. Een hele bulk. Ik geloof bij de Vibra of de Zeeman. En die doen het nog steeds. Dus dat is echt super duurzaam. Dat doen we gewoon jaren en jaren mee. Voor de billen, maar ook voor het gezichtje. Dus dat is ook natuurlijk een optie. Gewoon alleen wasbare billendoekjes gebruiken. Want ook in billendoekjes zit vaak parfum. Dingen die gewoon niet fijn zijn voor het huidje van je kindje. En ook niet fijn zijn voor de natuur. Goed, ik ga je een heleboel verschillende wasbare luiers laten zien. Ik heb in die 7 jaar heel wat ervaring opgedaan. Ik zal mijn ervaringen vertellen. Maar mijn ervaringen, daar kun je natuurlijk van leren. Maar het kan voor jou weer heel anders zijn. En ik merk ook per kindje. Ik heb er nu 3 die ik met elkaar kan vergelijken. En per kindje vind ik ook weer andere dingen prettig. Misschien ook hoe ik op dat moment in het leven sta. Of wat ik op dat moment nodig heb. Maar ook wat past bij mijn kindje qua maat. Maar ook qua type kind dat het is. Ik kan niet 1 luier noemen die echt het allerbeste is. Er zijn voor verschillende situaties zijn verschillende dingen handig. En ik geef je gewoon mijn tips mee. En dan kun je daar weer van leren.
Wat ik gedaan heb in mijn eerste zwangerschap is via Marktplaats een pakket te kopen waarin allerlei verschillende soorten luiers zaten, zodat ik kon uitproberen wat ik fijn vond. En eigenlijk een heel groot gedeelte van de luiers die we vandaag gebruiken zijn nog steeds die luiers van dat pakket. En gaandeweg door de jaren heb ik zelf wat nieuwe dingen aangeschaft, ook omdat ik het leuk vond om wat nieuwe dingen te proberen. In principe bestaat een wasbare luier uit een plastic buitenkant en een absorberende katoenen of bamboe, soms hennep, binnenkant. En het kan uit twee delen bestaan, dus een los overbroekje, zoals ik hier vast heb, en een losse luier. En ik vind dat eigenlijk het meest lekproof is. Dus een absorberende binnenlaag en een los overbroekje. Nou heb je daar nog ook allerlei verschillende opties in. Maar ik ga wat verschillende luiers laten zien. Dit is een luier van Noppies. En die hebben wij dus heel goedkoop ook tweedehands gekocht, 7 jaar geleden. Die zijn van 100% katoen en er zit eigenlijk een soort inlegger in. Je doet hem zo om. Ik zal tussendoor in deze video ook wat foto's laten zien waarin de baby de luier aan heeft. Die kun je dan met de luiertape of met een snappie vastzetten om de baby heen. En dit is een voorbeeld van een snappie of een luierklemmetje. En hier zie je dan een foto van de Noppies luier aan met de snappie. En hier bij een hele kleine baby, hij is hier echt nog maar 1-2 weken oud. De Noppies luiers hebben verschillende maten, mini, midi en maxi. Waarbij wij eigenlijk vooral de mini hebben gebruikt. En de mini is dus ook echt bij een baby met een gemiddeld geboortegewicht vanaf de geboorte heel, heel fijn passend te maken. En dan heb je een overbroekje. Dit is er eentje van het merk Totbots. En overbroekjes heb je in verschillende maten, maar je hebt ook overbroekjes die te verstellen zijn. Dit is bijvoorbeeld een overbroekje van het merk Thirsties. En die heeft hier drukknoopjes. En daarmee kun je de luier groter en kleiner maken. Dus hier is die bijvoorbeeld zo groot dat ik de drukknoopjes vastmaak. Deze heeft 2 drukknoopjes, maar er zijn ook luiers die hebben 3 drukknoopjes om hem groter en kleiner te maken. Deze heeft 1, 2, 3 standen. Sommige hebben meerdere standen. En nu is hij een stukje kleiner geworden. Dit overbroekje sluit door middel van glitterband. Je hebt ook overbroekjes die sluiten met drukknoopjes. En het voordeel van glitterband is dat je dat precies op de millimeter neer kan zetten waar jij wil. Nadeel is dat het soms in de was kan het een beetje aan elkaar gaan klitten. En ja, zoals je hier ook misschien kan zien, komt er stof in. Dus dat is gaat misschien wat minder lang mee, hoewel we deze wel al heel lang hebben. En ja, heeft wat meer onderhoud. Wat ik fijn vind aan overbroekjes is als ze hier nog zo'n extra elastiekje hebben, zeg maar, bij de beentjes. Dat heeft deze dus. En deze heeft dat niet. En ik vind met zo'n elastiekje past het net even wat mooier. En hier zie je dan hoe het overbroekje zit bij een nogal bewegelijke 6 maanden oude baby. En zoals je ziet, juist met dat elastiekje sluit het heel erg mooi aan. En deze begint wel langzaam te klein te worden. Ik heb hier een ander overbroekje en daar zit een hydrofiele doek in. Dit is een overbroekje dat ik via AliExpress heb gekocht. Dat is natuurlijk niet helemaal ecologisch verantwoord, maar goed. Deze is gewoon een overbroekje waar je gewoon een losse luier in kan doen. Maar doordat hij hier een flap heeft en daar een flap heeft, kun je daar ook een inlegger in doen. En ik heb daar nu een hydrofiele doek in gedaan. En deze kun je ook met allerlei knoopjes op verschillende maten maken. Dus die kun je heel klein maken, maar ook heel erg groot. Ik gebruik hem soms ook voor over een dikke nachtluier. Want in de nacht, als je een kindje niet meer verschoont in de nacht, dan plassen ze best veel, zeker als ze ook nachtvoedingen krijgen. Dus dan hebben ze wel een flinke luier nodig als je echt wil proberen die hele nacht en de avond door te trekken. Dus moet er ook een flinke broek overheen. Deze heeft ook een hele fijne extra elastiek hier bij de beentjes. Een andere overbroek is een wollen overbroekje. En die heb ik bij mijn tweede kindje heel veel gebruikt. Zij heeft bijna geen plastic overbroekjes aangehad.
Wol is waterafstotend. En zeker als je met wol vet, met lanoline, zo'n broekje behandelt, dan wordt het echt heel erg waterafstotend en laat dat bijna niks door. Eventueel in de draagzak of in de draagdoek, als er echt veel druk op komt, dan wil het eventueel wel eens een beetje vochtig voelen. Hier zie je een heel klein wollen overbroekje. Die is gebreid door mijn moeder. Omdat ik vond dat na de geboorte vond ik de wollen broekjes van die Zana nog veel te groot. En deze die is echt heel mooi passend bij een pasgeboren baby. Dus die hebben we met veel plezier in het begin gebruikt. Hier zie je het wollen overbroekje van die Zana. En je ziet hoe mooi dat eigenlijk ook over de beentjes en hoog bij het buikje aansluit. Lekker warm, lekker zacht. Ook al echt een heel fijn overbroekje. En dit is maat 62-68. Dan hebben we ook nog vlies overbroekjes. Die zijn van Totsbots. En ja, die voelen soms ook net wat ademender dan een hele plastic broek. Dus die gebruik ik ook soms. Maar ik ben over het algemeen wel fan, op dit moment in ieder geval, bij het derde kindje van gewoon broekjes met kleurtjes en leuke printjes. Dat zijn wat voorbeelden van luierbroekjes. Dan ga ik wat voorbeelden laten zien van losse luiers. Ik had die van Noppies al laten zien. Dit is een luier gemaakt van bamboe, ook van het merk Totsbots. En bamboe is heel erg absorberend. Bamboe is heel erg absorberend. Het nadeel van bamboe is dat het niet zo snel droogt. Dus dit is een luier die heel veel plas opneemt. Ik gebruik hem ook vaak als nachtluier. En dit is maat 2. Maat 1 heb ik eerst gebruikt als nachtluier toen hij echt nog pas geboren was. Nu gebruik ik die voor hem voor overdag en gebruik ik deze voor in de nacht. En hij heeft drukknoopjes. Je hebt dus ook hierin weer versies met witte band en met drukknoopjes van Totsbots, de bamboeluiers. En dat is dan een luier met nog een inlegger die erin vast zit. Dit is een wat oudere versie, maar ze hebben nog steeds dit soort type luiers van Totsbots. Hier zie je de bamboeluier van Totsbots maat 1. En die gebruikten we dus toen hij pasgeboren was als nachtluier en nu gewoon voor overdag. Het begint al een klein beetje aan de kleine kant te worden bij onze flinke 6 maanden. Maar bij onze meisjes hebben we hem echt wel langer gebruikt. Dus dat is echt afhankelijk van de grootte van je kindje. Een ander merk is Little Lamp, een Engels merk. En daar heb ik ook een bamboeluier van en die hebben ook verschillende maten. Dit is ook maat 2, dus die gebruik ik nu voor de nacht. Soms kun je de inleggers erin klikken en soms zitten ze daarin vastgenaaid. Maar bamboeluiers drogen dus wat trager. Hier zie je de bamboeluier van Little Lamp en op dit moment wordt hij als nachtluier ingezet. En er zit een flinke inlegger in, namelijk een prefold luier van Blümchen. Dus het is een flink pakket zo. Er gaat natuurlijk nog een overbroekje overheen. Wat ik een goed idee vind, is om luiers van verschillende materialen te hebben. Waardoor je dus als je luiers ophangt, want ja, het is natuurlijk ook het meest duurzaam om de luiers niet in de droger te doen, maar op een waslijn te hangen. En katoenen luiers en vooral hydrofiele doeken, daar kom ik later op terug, want die kun je ook als luier gebruiken. Die drogen eigenlijk het snelst. Die zijn binnen no time droog, dus die kun je dan als eerste je baby aandoen. Terwijl je wacht totdat de bamboeluiers droog zijn. Een microfiber, een kunststofvezel, dat is ook heel snel droog. Hier heb ik onze allergrootste bulky nachtluier met overbroekje, gewoon een losse overbroekje. En die gebruiken we echt als de baby's of als de kinderen wat groter zijn. Ik kan er even niet precies een leeftijd op plakken. Je merkt vanzelf ook wel wanneer je kindje daarin past. Deze is wel meer wat klittenband. En die is heel, heel vliezig, zeg maar. Vliesachtig. En die is dus ook voor microfiber. En daar zit een hele knuffelige inlegger in. Die zit er niet aan vast. Maar die heeft ook drukknopjes waarmee je het eraf kan halen. En hier kun je in deze pocket, zeg maar, in deze, in deze ruimte kun je nog allerlei inleggers in doen. Als je merkt dat je kindje 's ochtends doorgelekt is, dan doe je gewoon de volgende keer nog een extra luier erin. Een andere reden om door te lekken is soms als je nog wat stof aan de boven- of aan de onderkant of aan de zijkanten nog wat absorberende luier onderuit hebt zitten komen. Dan wordt dat nat en dat, ja,
alles wat nat is, daar worden natuurlijk de kleertjes nat van of het bed nat van. Dus je moet zorgen dat het overbroekje goed over de luier heen zit. Voorbeelden van inleggers zijn bijvoorbeeld deze. Dat is van Kitty Bibs. Dat is een Vlaams merk. En deze vind ik echt heel fijn. Die is heel dik om voor de nacht te gebruiken. Maar ik heb hier ook een pre-fold luier. En dat is eigenlijk... Het regent nou wel heel erg hard. Dat is eigenlijk... het zijn een aantal stukken doek op elkaar genaaid. En in het midden is het 8 lagen dik. En aan de zijkant is het 4 lagen dik. En die kun je vouwen. Dan wordt het echt een aantal lagen boven op elkaar. 16 lagen. Zo. En dan heb je ook een inlegger. Maar je kunt deze luier ook gebruiken als luier. Zoek dat eventjes op. Op andere filmpjes kun je zien hoe je die precies gebruikt. Deze heb ik speciaal aangeschaft omdat ik dit filmpje wilde maken. En omdat ik een beetje een compleet beeld voor jullie wilde maken. Dus ik heb eigenlijk pas sinds deze laatste baby ervaring met pre-fold luiers. Ik gebruik ze vooral heel veel als inlegger. Bijvoorbeeld in dit overbroekje. Of in de nachtluier. In de nachtluier. Maar ik gebruik ze ook wel als luier. Deze is van 100% katoen, maar je hebt ze ook van bamboe en katoen. En dit is van het merk Blumgen. Maar er zijn allerlei verschillende merken die pre-fold luiers hebben. Ik moet zeggen, het bevalt mij best goed. Ze zijn ook vrij vlot droog, tenminste deze van 100% katoen. Hier zie je hoe de pre-fold luier gebruikt wordt als luier met een snappie. Zoals je ziet kan dit ook nog maar net bij deze baby. Een ander type inlegger is zoiets. Je ziet het ook wel eens het woord booster voorbij komen. Deze heb je ook van bamboe en je hebt ze van microfiber. Hoeveel wasbare luiers je nodig hebt is afhankelijk van hoe vaak je wil wassen en hoe vaak je verschoont. En daarin kunnen wel grote verschillen zitten tussen vrouwen onderling. Ik was bijvoorbeeld nu ongeveer 2 keer per week de luierwas, maar ik heb ook een behoorlijke stash, zou ik maar zeggen. Sommigen wassen bijna elke dag of om de dag de luiers. Het is ook afhankelijk hoeveel plek je hebt om de luiers te laten drogen als je geen koker gebruikt. Welke luier je gebruikt en hoeveel is ook afhankelijk van hoe vaak je verschoont en hoe vaak je kindje plast. Als je bijvoorbeeld babyzindelijkheidscommunicatie doet, dan kan het zijn dat je iedere keer de luier open doet en dat er iedere keer een klein plasje in zit. En dat je die dus steeds in de was gooit en dan verbruik je heel veel luiers. Het kan ook zijn dat je kindje helemaal niet geplast heeft en dat je dus je kindje op het potje laat plassen. En dat je zo een hele dag met maar 1 of 2 luiers kunt doen. Dus dat is heel erg per persoon verschillend. En over babyzindelijkheidscommunicatie zal ik nog een keer een filmpje maken, want daar krijg ik ook altijd veel vragen over. Een andere vorm van een luier is het strikluier. En een strikluier bestaat eigenlijk uit 2 lagen en 2 touwtjes. En die vorm je eigenlijk om je baby heen en die strik je met de touwtjes af. Ik vind dat eigenlijk ook een hele prettige luier. Deze zijn van Dizana, van biologisch katoen. Het nadeel is dat ze een beetje in de knoop raken in de was, de touwtjes. Dus ik zou niet zo snel 20 of 40 van deze luiers willen hebben, want dan ben je de hele tijd nadat je de was doet de luiers uit elkaar te halen. Er zijn verschillende manieren waarop je deze kunt knopen. En in principe is dit ook gewoon vanaf geboorte tot dat ze zindelijk zijn. Het droogt heel snel. Hoe je deze je baby moet omknopen, zoek dat vooral ook eventjes op. Er zijn genoeg instructiesfilmpjes op YouTube te vinden hierover. En hier zie je de strikluier dan bij een klein babytje. Strikluiers zijn ook vrij goedkoop in de aanschaf, dus dat is een voordeel. En deze pre-fold luiers zijn ook best wel goedkoop. Het allergoedkoopste is natuurlijk hydrofiele doeken gebruiken. En het leuke is, die hydrofiele doeken heb je ook steeds meer met allerlei printjes, zoals deze leuke sterren. En deze leuke olifantjes en giraffen en krokodillen. Maar goed, je kunt natuurlijk ook witte hydrofiele doeken gebruiken. En ik zag laatst 5 voor 5 euro bij de HEMA een aanbieding. Dus ja, dan kan niemand meer ooit zeggen dat het nog duur is om wasbare luiers aan te schaffen. Want ja, ze zeggen koop 20 doeken en een stuk of 5 overbroekjes en you're good to go. Hier zie je hoe ik zo'n hydrofiele luier dan bij de baby aandoe met de snappie.
Het voordeel hiervan is dat de baby best wel wat bewegelijkheid heeft, omdat het een vrij dun luiertje is. Ook echt heel mooi passend te maken voor hele kleine babytjes. Hierdoor voor de doeken moet je wel eventjes vouwen. Nadat je de was gedaan hebt, weer even vouwen. Ik hou er dus van om een aantal hydrofielen te gebruiken en een aantal andere, zo naast elkaar. Ze zijn super snel droog, ze zijn goedkoop. Heel vaak, als je nog goedkoper en duurzamer wilt, op Marktplaats, maar ook zo via via. Er zijn altijd wel mensen die je hydrofiele doeken willen geven, dus je kan er zelfs ook wel misschien gratis aankomen. En die vouw je dus nog wel. Er zijn ook allerlei verschillende manieren om te vouwen. Op een gegeven moment is het misschien niet meer absorberend genoeg. Dan zul je wat vaker moeten verschonen. Of je legt er een inlegger in. Welke vind jij het fijnste? Ja. Ja. Hey. Of je legt er een inlegger in. Of je legt er nog een extra hydrofiele doek die je weer opvouwt. Zoals je mij net zag doen in die ene luier. Soms gebruik ik ook hydrofiele doeken opgevouwen als... als extra inlegger voor in de nacht, als mijn inleggers op zijn. Dus in principe ja, zou je met hydrofiele doeken en overbroekjes echt een heel eind moeten komen. Dus dat is eigenlijk ook mijn ultieme budget tip. Dan heb je ook all-in-one luiers. En dat betekent eigenlijk dat je het absorberende deel en het overbroekje in elkaar hebt in één luier. Dus dan heb je een all-in-one luier, heb je het absorberende gedeelte en het overbroekje in één. Dat lijkt eigenlijk het meest op een wegwerpluier. Dus dat is eigenlijk ook het meeste, het meest passend misschien bij mensen die nog een beetje twijfelen. Of om mee te geven naar de opvang of naar een gastouder of opa's en oma's. Dit is een luiertje waar ik echt helemaal fan van ben. Dit is de Teeny Fit, ook van Totsbots. Met een gedeelte bamboe. En hier zit dan een inlegger in die je hier omvouwt. Dus zo is die helemaal uit elkaar. Dus dat droogt ook gemakkelijk als je het zo uit elkaar kan halen. En dit is echt een heel klein maatje, dus dit is perfect vanaf de geboorte. Het kan volgens mij zelfs, ik had het net even opgezocht, het kan volgens mij vanaf 2,5 kilo tot 5,5 kilo ongeveer. Dus je gebruikt hem maar heel kort. Dat is zeker een nadeel. Maar hij is zo schattig en hij past zo mooi vanaf het begin. Want bij hele kleine baby'tjes wil je eigenlijk niet zo'n enorme bulky luier aan die billetjes hebben. Dus dan zijn bijvoorbeeld ook hydrofiele luiers of die prefolds of deze ja echt wel heel erg fijn. Ja, nadeel is dat je hem dus maar kort kan gebruiken. Dus ja, ook weer handig om misschien een doorgeefsysteem met andere wasbare luiermama's op te zetten. Dat ze dus, want ja, omdat je ze zo kort gebruikt, kan het ook een heleboel kindjes meegaan. Oh, kijk hoe schattig dit kleine luiertje. En hij past echt super mooi bij kleine babytjes. Een ander voorbeeld van een wasbare all-in-one luier is deze van Itty Bitty Delish. De Itty Bitty Tuto. Yes. Deze heeft hele lekkere, zachte, knuffelige minky stof. En hier zit dan een inlegger in vastgedraaid. Andere voorbeelden van all-in-one luiers zijn de pocket luiers. En ik heb er hier een aantal liggen. Een aantal hiervan zijn van AliExpress. Daar hebben ze eigenlijk de leukste printjes, vind ik. Maar er zijn er ook een heel aantal bij die ik gekregen heb van een mama. En daarvan weet ik eigenlijk niet wat voor. Zo leren. En daarvan weet ik eigenlijk niet wat voor merk het is. Kijk nou hoe leuk die printjes. En hier kun je dus ook weer met drukknopjes kun je de luiers verstellen en kleiner maken. En er zitten ook heel veel knoopjes hier, waardoor je ze dus ook klein en groot kan maken. Ze heten pocketluiers, omdat ze hier een soort pocket of pouch hebben en daar kun je inleggers in doen. Het nadeel vind ik is dat ze eigenlijk niet zo heel erg goed waterproof zijn. Ik heb toch vaak, als iemand daar tips voor heeft, vooral laten weten dat ze langs de zijkant, dat de inlegger net niet helemaal goed aansluit daarin. En dat er dan langs de zijkant toch een beetje gelekt wordt, als er veel geplast wordt. Zeker niet altijd. Even een paar leuke printjes laten zien. Deze met draakjes. En dan op de achterkant een luchtkasteel. Maar ook... Ja, we hebben ook heel erg met eenhoorns voor de meiden.
En hartjes. Voorbeelden. Sesamstraat. En kikkers. Hopla. Maar ook gewoon een leuke giraffenprint en verschillende kleuren. Groen en blauw liggen nu hier. En hier zie je de pocketluier met kikkertjes. Je ziet dat hij best wel mooi sluit bij de beentjes. En hij staat hier ongeveer op de kleinste stand. Hij kan nog iets strakker om het middel. Hier heb ik nog een overbroekje waar je een inlegger in kunt klikken. Dus het is een hele lange inlegger. En die kun je zo met één klik in de inlegger klikken. Nou, hoe gaat dat nou met wassen? In principe doe je de vieze luiers in de luieremmer. En je kunt in de luieremmer een wasnet hebben. En je kunt eigenlijk kunt het wasnet met de luiers erin zo in de wasmachine doen. Nu doe ik dat niet. Ik ben niet zo vies van luiers. Dus ik pak ze gewoon met mijn handen uit de luieremmer en doe ze gewoon in de wasmachine. Voor ontlasting kun je dit soort dunne velletjes gebruiken. Die leg je op de luier. En die kun je dan weggooien samen met de ontlasting. Ik moet zeggen, ik doe dat niet, want ik vind dat te veel gedoe. Met borstvoedingspoep en al gaan ze gewoon zo de wasmachine in. En ja, die borstvoedingspoep die lost gewoon op in het water en dat wordt gewoon weggespoeld. Maar goed, als je dan zelf een vies idee vindt, moet je dat vooral niet doen. En als het wat dikkere ontlasting was, dan kon ik dat eigenlijk gewoon zo in de wc werpen. En onze kinderen poepten ook heel veel op het potje al als baby, dus... Dan waren er geen poepluiers meer. Yay, lang leven babyzindelijkheidscommunicatie. Als je op pad bent, kun je natuurlijk je wasbare luiers gewoon meenemen. En je wasbare billendoekjes. En dat kun je dan in een wetbag doen, zoals deze. Als de was weer buitenkant drogen. En bij de luiers is het ook nog een voordeel dat de babypoep door de zon eruit gebleekt wordt. Dat is ook een tip voor bij rompeltjes. Dus als je dat nog niet weet, poepvlekken van baby's in de zon, nat in de zon. En binnen een half uurtje is er niks meer van te zien. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je wat wijzer bent geworden in de wereld van de wasbare luiers. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je in mijn volgende video.